ik had nog nooit in een koor gezongen toen ik bij de kantorij kwam. Dus dat was echt een hele grote belevenis. En dat is, ja, dat plezier heb ik nog steeds. Ik zit inmiddels 16 jaar bij de Laurenskantorij. Ik zit nu 9 jaar bij de Laurenskantorij. En ik werk als beleidsmedewerker voor een schoolbestuur. In het dagelijks leven ben ik zanger, klassiek zanger. En ik ben ook operatieassistent. Koorzingen is echt in verbinding staan met de mensen om je heen. Je gaat op in het geheel, letterlijk en figuurlijk. Dat is een hele bijzondere dynamiek. En dat kan me nog steeds fascineren, weet je, dat je denkt van ja, je doet het echt met elkaar. Het is een amateurkoor, maar je krijgt de kans om op een heel hoog niveau met elkaar muziek te maken. Ja, het zijn mensen met passie voor muziek, maar een flink aantal mensen is ook afkomstig van het conservatorium. Maar de sfeer is zo goed en de projecten zijn zo leuk dat veel mensen ook blijven, ook als ze afgestudeerd zijn. Ik ben dus 9 jaar geleden begonnen bij de kantorij. Niets vermoedend. Dat bleek de kantorij toch erg goed te zijn. En ik stond dus naast conservatoriumstudenten te zingen. In het begin nog heel schoorvoetend, want ik wist toch niet precies hoe mijn plek was in zo'n koor. En nou, dat heb ik gaandeweg geleerd. En toen is het idee ontstaan om zelf een conservatoriumstudie te gaan doen. Ja, dat is geweldig. Je ontwikkelt gewoon als zanger enorm. Voor het jubileumconcert van de zomer zingen wij onze favoriete stukken. Een heel Engels programma. Het Requiem van Herbert Howells, dat is wel echt iets. Daar waren heel veel kantorijleden mee eens. Dat moet gezongen worden tijdens het jubileum. Heel vreemd dat je op een heel feestelijk concert een Requiem gaat staan zingen. Maar de belangrijkste reden is dat het gewoon de mooiste muziek is. En er is niks feestelijkers dan de mooiste muziek. Ook geprogrammeerd de hele mooie de Funeral Music of Queen Mary van Purcell. Het is heel spannend. Echt, je voelt de rouw in die muziek van de noten die langs elkaar schuiven. En de hele mooie oude muziek waar wij heel veel plezier aan hebben om te zingen. Na de pauze gaan we naar muziek van Benjamin Britten. En het is heel leuk omdat we dan ook echt de samenwerking hebben met Hajo Boerma, ons organist. Dat waanzinnige orgel en de kantorij die gaan dan bijna duelleren, zou je zeggen. In fantastische, spectaculaire koormuziek. Ja. Echt jubileummateriaal. Onze dirigent is Wieger Mandenmaker. Heel gepassioneerd, heel energiek. Als we soms als koor denken, we willen even pauzeren, toch altijd nog even dat tandje meer. Maar het resultaat is er dan ook naar. Hij weet ons echt mee te nemen. Aan hem hebben we een hele goede. En als dan dingen lukken en op zijn plek vallen, dan word je daar ongelooflijk enthousiast van. En dan voel je je heel erg gelukkig als je klaar bent na afloop van een bepaald stuk muziek. Dan kom je aan een diepere laag toe om met het koor te vertalen wat de componist heeft willen zeggen met het stuk. Ik denk dat het een buitenkans is om een heel goed koor een ongelooflijk mooi programma te horen zingen. Een koor wat het met heel veel plezier staat te doen. En het is echt de mooiste koormuziek. Het Requiem van Herbert Howells, dat is echt top. Ja.